We zijn vandaag bij Fort bij Vechten in Bunnik. Hier zijn twee oude waaiersluisdeuren uit Gouda naartoe gebracht. De waaiersluis in Gouda die wordt gebruikt om water binnen te laten en uit te laten. En het bijzondere van een waaiersluis is dat hij de deuren dicht kan doen tegen de stroom in. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van waterdruk om ze eigenlijk weer dicht te duwen. Die sluisdeuren die zijn vervangen. Er zijn nieuwe sluisdeuren vanuit Duitsland naartoe gevaren. En de oude deuren die hebben we hier nu bij het Waterliniemuseum neergezet. Daar vertellen ze een deel van de cultuurhistorie. Maar ook laten ze zien hoe het nu nog werkt. Hoe belangrijk het waterbeheer nu en in de toekomst nog is. Nou, we hebben hier vandaag de officiële overdracht gehad. Vanaf dit weekend kan iedereen die waaierdeuren gaan bekijken. Kijk even op de website Fort bij Vechten. En dan kan je ze gaan bekijken. Ze zijn heel groot en indrukwekkend. Maar wij zijn blij dat ze hier goed tot hun recht komen.